ben Nico-Jan Koenders uit Westervoort. Ik heb duiven sinds 1979. Ik speelde jaren Vitesse Midfront, Dagfront. In 2002 was ik nationaal kampioen met de jonge duiven. In 2003 was ik beste liefhebber, wie heeft ze beter, met de oude duiven. In 2006 en 2007 won ik de nationale Dagfrontspiegel. In 2008 was ik ook de beste bij de Dagfrontspiegel over 3 jaar. En direct mooie successen behaald. Ik werd derde bij Marathon Noord Middaglossing. Ik werd aangewezen kampioen van afdeling 8. 2020 ging het eigenlijk prima verder. Opnieuw aangewezen kampioen afdeling 8. Superkampioen, totaal superfondclub. En tweede bij de Noordelijke Unie op de Meerdaagsfond. Dus dat is eigenlijk een mooi begin om mijn overnacht carrière mee te starten. Ik wil jullie graag iets vertellen van hoe ik mijn duiven verzorg in de kweekperiode. Wat geef ik aan mijn duiven? Wat hebben ze nodig? Hoe vaak geef ik het? En met welke frequentie? En hoe doe ik de verdeling? Allereerst, Stad plus IC, dat is een graanmengeling verrijkt met een extrudaat. Mensen zullen zich afvragen, plus IC, waar staat dat voor? Plus IC staat voor Immunity Concept. Hier zit een korreltje, een extrudaat, ik ga jullie straks iets meer over vertellen. Een extrudaat, wat eigenlijk een toevoeging is aan een gewone graan aan zadenmengeling. Extrudaten, in dit geval staat Stad voor de beginfase waar alles het leven mee begint in ons duivenseizoen. Dus in die stad zit een korreltje met veel eiwitten in. En die eiwitten hebben de duiven nodig, want het zijn bouwstenen. Veren bestaan voornamelijk uit eiwitten. Duiven moeten groeien, dus hebben eiwitten nodig. Niet alleen voer gebruik ik daarvoor. Ik gebruik daarnaast Form Oil Plus. Dat is een mengsel van energierijke oliën. Die doe ik door het voer. Daar meng ik B-Pure, ik laat het zo zien, biergist bij. En hier is Optimaal Start, dat is een eivoeder. En de eivoeder zegt het al, veel eiwitten nodig zijn bouwstenen voor de opgroei van jonge duiven. Ik laat jullie zien in welke verhouding. Ongeveer een kilo voer. Dan neem ik de Form Oil. Een lepel op een kilo voer. Doe even de deksel erop, je weet nooit. B-Pure staat voor biergist. Dat doe ik eroverheen. Dus het is belangrijk dat de biergist en de vorm goed gemengd wordt over het voer. Ik doe dit 2 keer in de week. Lijkt me voldoende. 2 keer in de week biergist. Biergist zijn ook eiwitten. Dat is belangrijk. 2 keer in de week biergist met vorm over het voer. En daarnaast gebruik ik Optimaal Start. Optimaal Start 25. Ook de start verwijst weer naar het begin. 25. Het cijfer staat voor het eiwitgehalte. En Optimaal Start zijn eivoeders. En ik doe daar een aantal schepjes van door het voer. Ongeveer 3 eetlepels op een kilo voer. En dat meng ik samen met de B-Pure en de Form Oil. Die helpt te binden aan het voer. Goed mengen. En dat geef ik aan de duiven. En daar begin ik mee als ze op eieren zitten. Belangrijk in dit geval is dat duiven die het product niet kennen, toch gewend zijn het te eten. Als ik ermee begin, als ze al jongen hebben, we weten allemaal de start als ze overgaan van kropmelk naar vastvoer, dan is het ongeveer van de 7e, 8e dag. Dan zorg ik dat tegen de tijd dat ze 15 dagen broeden, krijgen ze 1 keer in de week Start Plus over het voer samen met de biergist. Als ze eenmaal jongen hebben, doe ik dat ook 2 keer in de week. Ik zorg gewoon dat het voldoende erdoor zit. Ik laat alles opeten, ik laat niks staan. Want ik wil niet dat de vuiligheid of rotzooi of stof van hoog inkomt. En als je het goed door elkaar mengt en netjes in de voerbak geeft, duiven zijn er dol op. Jongen groeien veel beter. Je zult zien mooiere mest, betere mest, ja. En eigenlijk is alles wat we willen. We willen jongen die snel groeien. We willen vaste mest, we willen geen platte mest of dunne mest, zoals je het noemen wil. En je wilt zorgen dat de jongen als het kan met 25 speen klaar zijn, 25 dagen speen klaar zijn. Dus eigenlijk, dit zijn alle ingrediënten waar eigenlijk een succesvolle kweek mee gegarandeerd is. Wanneer u meer informatie wilt over de producten van Verzelen Laga, ga dan naar de website verzelenlaga.com.